Oké, watermannen, jullie zijn aan de beurt. We gaan eens zien wat het Explore, het Dream en het Discover thema voor jullie is. En we gaan beginnen met het Explore thema. Dus wat ga je nog meer mogen of ervaren de komende 3 maanden? Daarna gaan we kijken naar de droom en voornamelijk ook naar de schaduwen en wat dat eigenlijk de reden is waarom dat jullie droom nog niet volledig is gemanifesteerd. En het laatste stukje is Discover. Wat gaan we nog meer ontdekken? Voornamelijk naar nieuwe dingen. En wat zien we hier met Melk? Six of Challenges. Omgekeerd, dat heeft ook te maken met nostalgie, dat heeft te maken met zielsconnecties. En wat zie ik? Oké. Jullie uitdaging de komende. De komende 3 maanden zit hem voornamelijk op. Het lijkt voornamelijk dat het zit op emotioneel vlak. Maar eigenlijk onderliggend gaat het erover dat je leert om een meester te worden van jouw gedachten. Waarom? Omdat het belangrijk is dat je je niet meer laat leiden door je gedachten. Dus we zien de Seven of Orbs. En wanneer je het zo houdt, dan zie je eigenlijk dat die persoon in de luchtballon. Die is dan gericht op die twee, maar daardoor ziet hij of merkt hij zelfs niet dat hij eigenlijk gewoon hetgeen dat hij gevangen had of dat hij had in zijn gedachten, dat die weer al weer weg zijn. En hij ziet ook niet dat die twee mensen hem of haar proberen te waarschuwen dat die ballon misschien in de afgrond gaat of dat er iets gebeurt. Net door te veel kracht te geven aan je emoties, ga je merken dat je eigenlijk niet die eenheid in jezelf kan creëren. En dat je eigenlijk niet volledig in staat bent om een meester te worden over jouw realiteit. Maar dat komt omdat je eigenlijk een belangrijk element van jezelf niet erkent. Dus door net te gaan erkennen en te gaan begrijpen dat jij ook een sterrenkind bent. Hier is het genoemd als een indigo. Je hoeft jezelf niet te erkennen of te zien als een indigo. Dat kan natuurlijk dat je echt ook een indigo bent. Maar dus. Het is veel belangrijker om over de diamant. En dus eigenlijk over het feit dat je een sterrenkind bent. Dat je niet van deze wereld bent. En dus betekent ook dat de wereld zoals je hem nu kent, en de manier waarop je je wereld nu vormgeeft en probeert te gaan controleren, eigenlijk niet de manier is waarop dat jij van nature uit weet wat dat mogelijk is. Gaan we eens zien wat dat we nog hier meer kunnen afvragen. Toevoegen. Wat ik hoor is leven leven zoals je het voelt en niet zoals de anderen van jou verwachten of wat de anderen vanuit gaan dat je gaat doen. Oké, wat hebben we hier nog meer voor de watermannen? Ja, gedachten komen weer naar uit. Ja, je eigen vervulling en dus je eigen emoties volgen. Three of Cups, ook weer emoties. Wat hebben we nog meer voor de watermannen? Seven of Pentacles. Dus oogst, ook en dan nog twee die samen uitkomen op Four of Cups en het zijn van omgekeerd. Ja, hier ook weer de zwaarden. Zwaarden is in verband met mentale. Onderliggend, ja. Dus wat je heel hard nu hebt, is dat eigenlijk. Je probeert jouw stabiliteit en jouw wereld te gaan controleren vanuit je mind, dus vanuit je gedachten. Maar dat houdt je weg van een diepe liefde, van een zielsliefde. Waarom? Omdat je door veel te veel kracht te geven aan jouw gedachten, dat je eigenlijk volledig jouw emoties blokkeert. Eigenlijk doe je dit. Alleen maar energie hier geven aan je hoofd en al de rest. Waarom? Omdat je dan. Wanneer je dat wel zou moeten doen, dan zou dat betekenen dat je zou moeten eerlijk zijn over wat dat je eigenlijk voelt. Maar dat betekent dan tegelijkertijd ook dat je eigenlijk al die emoties die je voelt en daar ook moet erkenning voor nemen. Dat je moet verantwoordelijkheid daarvoor opnemen. En dat is net het stukje wat je eigenlijk nu in eerste instantie te doen hebt. Want zolang dat je een andere partij laat bepalen. Hoe dat jij je moet voelen, hoe dat jij je moet gedragen, dan ga je nooit die diepe vervulling ervaren en ga je nooit de vruchten van jouw werk ervaren. Alles maar gewoon van je innerlijke werk. Of ga je nooit jouw dromen op zijn diepste manier, zoals dat jij het voelt en ziet
Maar je innerlijke oog ga je die nooit ervaren. Waarom? Omdat jij niet in je puurste, zuiverste energie zit. Je bent eigenlijk een afteken, een vervorming van jezelf. Een afgezwakte versie van jezelf. En dat maakt natuurlijk dat je helemaal uitgeput geraakt. En dus dat je eigenlijk niet ziet wat er allemaal mogelijk is. Dat je niet ziet welk nieuw begin dat er is, want je zit eigenlijk nog te treuren over wat dat er allemaal voorbij is. Over wat dat niet kan. Wat dat er in je hoofd denkt dat niet kan. Maar dat wel mogelijk is. Dus wanneer je daarvan gaat wegstappen, ga je zien dat eigenlijk het einde is van je zorgen. Dat er eigenlijk heel veel nieuwe dingen op je pad zullen komen. Wacht hè. Wat is hier? Andere dingen. Ook voel dat er hier nog een diepere laag is. Wat is dat we nog moeten doen voor de waterman? Ja, de eerste kaart is Sacred Divinity. There are two paths ahead. En dat is ook zo. We worden ook zo opgevoed, we worden ook zo geconditioneerd dat er maar twee wegen zijn. Want dat is net hetgeen waar jouw mind vastzet. Er zijn meer dan twee wegen. Er zijn meer dan twee mogelijkheden. Dus door dat net te gaan zien, ga je jezelf kunnen losmaken van de stukken waar je nu die heel veel zorgen geeft. En waar je nu eigenlijk jezelf opbrandt, omdat er heel veel energie is dat je niet op een goede manier gaat gaan gebruiken. Want je ziet ook die oranje kleur, dat rode, dat heeft te maken met passie, dat heeft te maken met het element vuur. En waterman, jullie zijn lucht. Geen water, maar lucht. Dus van nature uit ga je veel meer in die mind gaan zitten, waardoor het natuurlijk lastiger is om uit die mind te stappen, uit die dat copingmechanisme om je wereld vanuit je mind te gaan controleren. Maar laat je veel meer leiden door je emoties. En daarvoor is het belangrijk om in meditatie te gaan. In meditatie niet in de zin van dat je daarom moet effectief gaan mediteren, maar dat je moet gaan leren of manieren moet gaan zoeken om uit je hoofd te komen en volledig je lijf te voelen, volledig in je lichaam te gaan zakken. En een daarvan die dingen is, hier, dat is de kaart Kundalini Rising, maar een van die manieren is eigenlijk gewoon via je seksuele energie gaan verbinden. Dan ga je niet alleen inderdaad verbinden met je tweede chakra en met al de creativiteit daaronder. Je voedt je lichaam ook van onderen uit op een veel positievere, betere manier dan constant maar gewoon te blokkeren en gewoon je energie vast te houden in je hoofd. Ik zou er ook niet van schrikken of verwonderd zijn dat er veel mensen zijn die last hebben van migraines en hoofdpijn. Dat heeft ook te maken met de slechte gronding. Dat heeft te maken met die te weinige doorstroom van die energie. En dan de dream. Mijn zoon kwam iets vragen. Tieners. Dan de energie, dus de schaduwen rond de droom. Wat maakt dat je dromen nog niet gemanifesteerd zijn? We hebben één. Ja. Hallo, zie je dat eruit komt. Talk. Communication. Je grootste uitdaging en tegelijk de grootste kracht zijn jouw gedachten. En dus hoe meer je leert om je mind te gaan controleren en dus uit je hoofd te gaan via bijvoorbeeld masturbatie, via seks met je partner of wat dan ook, hoe gemakkelijker dat gaat zijn om je lichaam te gebruiken als barometer om te voelen of dat iets goed voor je is of niet. Oké. Ja, vibratie, will of zijn en dan justice met decisions. Dus de reden waarom je dromen er niet zijn, is omdat jij het zelf niet toelaat. Dus je gedachten bepalen veel te hard het manifestatieproces, terwijl dat eigenlijk die gerechtigheid er wel is.
Je dromen zijn er klaar voor om in je leven te gaan verschijnen, maar er is nog heel veel weerstand in je mind. En dus daarom hebben we ook deze kaart, vibratie, om het in een seksueel thema te houden. Daarom, dus jouw energiefrequentie is niet afgestemd met om eigenlijk in die persoon te groeien, te worden die die manifestatie ontvangt. Dus je mind blokkeert eigenlijk de volledige ontvangen van die manifestatie, van je dromen. Dus hoe meer dat jij je frequentie gaat gaan veranderen door jouw gedachten te gaan veranderen, en dus eigenlijk op een positievere manier te gaan denken, om te gaan denken in mogelijkheden, om te gaan denken dat enkel maar je droom gaat manifesteren, of zelfs nog iets beters dan hetgeen wat je kan voorstellen, maar en tegelijkertijd die ruimte te laten, los te laten, overgaven, ruimen laten, loslaten, overgaven, vertrouwen. Ik denk dat ik ondertussen daar een liedje kan van maken met hoeveel keer dat ik het al gezegd heb tegen mijn klanten of tegen mensen in de trajecten en de opleiding of in de trainingen. Maar dat is the way to go. En dan ga je zien dat inderdaad dat wiel van fortuin, dat draait niet door het lot, maar dat draait wanneer jij beslist en die keuze maakt dat nu de tijd is om dat te gaan ontvangen. En dat heb ik zelf ook meermaals in mijn eigen manifestaties en mijn eigen processen, mijn eigen groei meegemaakt. Wanneer jij beslist van oké, en nu is het genoeg, dan gaan die dingen binnenkomen. Want ze zijn er al. Jij bent al één met al die mensen. Maar je denkt dat je niet één bent. Je denkt dat je nog moet cursussen volgen. En je denkt dat je nog dit moet doen. En je denkt dat je nog eerst dat moet doen. En je denkt nog dat eerst dat en dat, want anders kan het niet. Stop met denken. Ik weet, dat is lastig, zeker als het jouw kracht is. Maar, for Christ's sake. Zal mijn tweelingvlam zeggen. Stop met denken. Stop met alles proberen logisch te verklaren. Want de enige reden waarom je dat doet, is uit angst. Om het te gaan controleren. Omdat je het gevoel hebt en de gedachte hebt dat wanneer je het loslaat, dat de wereld jou gaat overweldigen. Maar dat weet je niet. Dus laat het los. Laat het gewoon gebeuren. En zie dan wat er op je pad komt. Maar ik zie welke vlammen jullie daar behulpzaam bij kunnen zijn. En ik zag net 12, 22, dus 1, 2, 2, 2. Voor degenen die daar numerologie-fans zijn. Daar gaat hij. Yes. En dan eerst oprapen. Oeh. Aartsengel, zatkiel, weet je hoe je moet spreken met romance. En waar zijn de anderen dan? Mercy, aartsengel, Metatron. Dus mercy, bij mij heeft dat altijd de ding in de kaart van vergeving. Vergeef jezelf. Vergeef jezelf dat je niet beter bent. Vergeef jezelf dat je probeert controle te nemen. Vergeef jezelf dat bla bla bla. Vul het mezelf in. En daarvoor kan je aartsengel Metatron aanroepen. En dan hebben we nog aartsengel Samuel met Beginnings. En deze drie vlammen, ik was een beetje beter uit elkaar houden. Wacht, kan je dat zien als ik het zo. Ja. Deze drie kaarten, dat zijn de energieën waarmee je eigenlijk van de universele vlammen kan samenwerken. Je kan ook gewoon de eigenschappen vragen, bijvoorbeeld romans, liefde en mercy, dus genade. Of je kan vergeving, of je kan werken met de aardsengelen. Dus zijn de Metatron, Zadkiel en Samuel. Oké. En dan, wat is het nog dat je nog meer gaat ontdekken de komende maanden? Welke nieuwe dingen gaan er op je pad komen? Een waterman. Ja, oké. Ik dacht dat er nog een kaart omgedraaid was, maar dat was niet zo. Deze wel. Hetgeen wat ik hoor aan de kant van de kaarten dat ik nu al gezien heb, is van soms ga je het gevoel hebben dat je achteruit gaat, maar eigenlijk is het niet achteruit, is het eigenlijk ga je weer vooruit. Vooruit in een nieuw begin. En daarom is het belangrijk om op een andere manier naar je leven te kijken. Om weg te stappen van deze maar twee mogelijkheden
En dus te leren om die oneindige mogelijkheden te omarmen. En om te leren samenwerken met het universum. En dus om je gedachten op die manier te stretchen en om die te gaan leren gebruiken. Dat gaat ervoor zorgen dat je niet langer je uitgeput gaat voelen. En dat je niet langer gaat treuren over de dingen die er niet zijn. Maar dat je eigenlijk een nieuw begin gaat brengen, emotioneel. Door net op dat emotionele begin te focussen, op die blijheid, op die vervulling, dan gaat ervoor zorgen dat je eigenlijk al die mentale, dus al die zwaarden die je ziet, dat zijn eigenlijk allemaal beperkende overtuigingen. En dat je die één voor één, zoals een hanged man, zoals ik kan zien, een man die is de bovenuit, hè, dat je eigenlijk die op gedachte per gedachte op een andere manier kan gaan invullen. Gedachten zijn zoals vogels in een boom. Dat zijn niet de boom. De boom is niet de vogels. De vogels zijn niet de boom. Die komen en die gaan. En dat is net hetzelfde met je gedachten. Die komen ook en die gaan ook weer. Maar je laat toe welke vogels dat er in jouw boom zitten en welke niet. Als je liever een roodborst hebt in plaats van een koolmeisje, ja, zorg dan dat je een boom wordt die de juiste vogels aantrekt. En dat er dan geen kraaien in zitten of zo. Ik zie dat beeld al helemaal voor je mee. Wat zijn de extra boodschappen voor de watermannen? Oké. Dus waterman, leer jouw mening geven op een goede, respectvolle manier. Oh my god, echt waar zien we dat eruit gewand? Endless possibilities. Oneindige mogelijkheden. En wat zeg ik jou al de hele tijd? Focus op oneindige mogelijkheden. En wat zien we dan? Bearing fruit. Oh my god, ik was bezig voor die boom. Zijn er vogels in de boom? Nee, geen vogels, maar wel een kleine vlinder. En als je het omgekeerd vindt, is dat precies een gezicht. Toch grappig, hè? Dus, lieve watermannen, als je jouw energie gebruikt, gebruik die op een goede manier. Wees de boom die de kiest. Welke kleur dat hij heeft. Welke vruchten dat hij draagt. Welke vogels dat er in de boom komen rusten. Of liever vlinders, of andere dieren, maakt niet uit. En laat je niet beperken door je mind. Onze mind is beperkt door wat we ervaard hebben in dit leven, door de conditionering van de maatschappij, door verwachtingen die anderen van ons hebben. Maar dat hoeft daarom niet in afstemming te zijn met onze ziel. En dat zal het zeker niet zijn. En als je je boos, gefrustreerd of bitter of wat dan ook voelt, en verlaagt dan de emotie, dan weet je dat je niet in afstemming bent. Zo simpel is het. Dus leer jouw emoties op een goede manier te gaan interpreteren. En nog veel krachtiger dan je mind zijn de emoties. Want je emoties zijn een goede barometer om te weten waar dat je ergens op je pad zit. Of dat je überhaupt op het goede pad zit. Dus focus op oneindige mogelijkheden. En wees zelf die boom dat jij wilt. Het maakt niet uit wat je wilt. Kies wat jij wilt. En werk samen met Arsing en Samuel, Metatron en Zadkiel. Dus deze drie vlammen. Om nog meer zuiverheid en puurheid te brengen in jouw leven. Ja, dat was voor nu. Kies jouw gedachten bewust en zet jouw hart vrij. Maak jouw hart vrij. Dat gaat je veel meer vrijheid brengen. En dat is ook een deel van de evolutie waar we allemaal doorheen gaan. Van de spirituele, van spiritualiteit, van de ontwaking, ascensie, hoe we dat ook wel noemen. Dat is hetgeen wat je nog meer en meer gaat ontdekken de komende 3 maanden tot het einde van dit jaar. En weet dat het snel kan gaan. Maar op voorwaarde dat je met je mind dat je dat toelaat. Dus je hoeft niet lang te worstelen. Je hoeft niet lang te trekken en te sleuren. Je hoeft niet lang door eindeloze meditaties of visualisaties te gaan. Als je leert werken met universele vlammen, dan kun je op een heel snelle, supersnelle manier dingen gaan transformeren. Dat kan ik hier natuurlijk nog niet helemaal uitleggen. Als je dat nog niet gedaan hebt, daar heb ik ook een serie gemaakt rond de universele vlam, dus die kan je ook gaan bekijken. En als je dan meer wilt samenwerken met mij, dat kan natuurlijk ook. Dan zou ik zeggen, kijk naar de linkjes hieronder, welke dat je nu op dit moment het meeste toe aangetrokken voelt. Twijfel je, heb je vragen, stuur me een mailtje en dan gaan we kijken op welke manier dat we verder aan de slag kunnen gaan. Zo, dat was voor deze serie en ook de laatste video van deze reeks.
En wie weet, binnenkort doe ik wel nog iets in die aard. Dat was het. Een fijn weekend en tot in de volgende. Dag!